In Bussum en bijna in Naarden staan twee vestigingen van de Emmaschool. Op termijn krijgt de school één nieuw gebouw en moet op deze oude plekken iets anders komen. Omwonenden, andere betrokkenen en belangstellenden zijn al in een heel vroeg stadium betrokken bij de plannenmakerij. Voor de eerste schep de grond in gaat, zijn we wel een paar jaar verder. Bovendien wordt de locatie Fortlaan de komende periode in gebruik genomen als leslocatie voor Oekraïense basisschoolkinderen. In een eerste stap waren de uitgangspunten bepaald. Er moeten drie type woningen komen, een deel vrije sector, een deel sociale huur voor kleine huishoudens, vooral senioren, en een deel met zorgappartementen. Alles passend in de buurt en er moet ook voldoende speelruimte overblijven. Om te bedenken hoe, waar en wanneer waren belangstellenden uitgenodigd om te komen puzzelen. In een avond en een middag kwamen zo 200 mensen meedoen en meedenken. Het programma per groep telde vier stappen, de zogenaamde halters. En het begon met een filmpje. Fijn dat we weer bij elkaar komen in de volgende stap in de ontwikkeling van de achterlaatlocaties van de voormalige Emmaschool. Het ontwikkelteam is hard aan de slag gegaan met de wensen uit de buurt en de kaders van de gemeente om te zorgen voor een programma wat wij nu aan u willen presenteren. In dat programma hebben wij afgesproken dat in ieder geval woningbouw en ruimte om te spelen terug zal komen. De locatie Slochterenlaan is groter dan de locatie Fortlaan. Waar wil je wat bouwen en wat combineren met wat? Nou, als wij nou kiezen voor deze variant, dan hebben we hier een oplossing met een parkeerdek. Ja, dit is een hofje, dat is een driezijdig omsloten hofje. De gemeente Gooisemeren heeft de afgelopen jaren een paar keer te maken gehad met woningbouwplannen waarvoor de procedures al in gang waren gezet in de periode van voor 2016, in de losse gemeenten. Terwijl de bouwvakkers bij wijze van spreken al bijna in de startblokken stonden, klonk opeens de roep om meer inspraak en betrokkenheid van omwonenden, wat in veel gevallen leidt tot protest- en bezwaarprocedures die niet altijd kans maken in het proces, maar wel vertraging opleveren. Vanwege de grote behoefte aan meer nieuwe woningen gaan in de landen stemmen op om de inspraakmogelijkheden juist kleiner te maken. De puzzelende bezoekers kregen per e-mail nog een online vragenlijst om de informatie voor het ontwikkelteam zo compleet mogelijk te krijgen.